Meneer Marais, baie welkom bij ons vanavond in die atelier. Die aard van hierdie program is dat ons die gas wat ons hier het en die saak waarvoor hy staan gewoonlik kritisch op die tafel neem. Nou, Sasolburg het die HNP weer in die nuus gebring. En daarom is u vanavond hier. Die eerste vraag wat ek u wil vraag is, die beskuldiging word gemaakt dat u aan die dooie hand van die verlede vastloop. Dat die stemme van Malan, Strydom en Verwoerd amper goddelike stemme is en dat u nie rekening hou met veranderde omstandighede, met ontwikkeling nie. Wat is die antwoord daarop? Wel, een groot verandering wat natuurlijk plaasgevind het, is dat die Nationale Partij sy hele aard verloon het. En dat die HNP vandag die herleefde Nationale Partij is. Maar ek verwijs na verandering in die situasie van Suid-Afrika, in die werklikhede van Suid-Afrika. Wel, die situasie wat verander is, is door die Nationale Partij verander, omdat hy sy aard verander het. Hy kon die Nationale Partij bly en die dinge gedoen het wat hy nou doen nie. Ja. Dink u die Nationale Partij se ou beleid wat u nou aanhang, kan enige hoop op sukses hê? Die standpunt is, dit is 'n ou, verweerde beleid wat nie geslaag het nie. Bijvoorbeeld, een van die aspekte was, die tuislande is die enigste politieke koppeling van swart mense. Dit het nie gewerk nie. Wat is die antwoord daarop? Wel, kyk, daar is net twee beginselbasis in die Suid-Afrikaanse politiek. Dis 'n nasionale beginselbasis of 'n liberale beginselbasis. Ja. Ons stel ons op die nasionale beginselbasis. Die liberale beginselbasis het ooral in Afrika misluk. En is besig om sigbaar nou in Suid-Afrika te misluk. Ons sit met 'n ekonomiese verknorsing. Ons sit met 'n buitelandse isolasie. Ons sit met binnelandse geweldpleging. Wat die getuigskrif is vir die mislukking van hierdie beleid. Nee, maar dit is 'n goeie antwoord wat u gee, maar ek gaan u nie loslaat op hierdie ander argument nie. U as HNP se standpunt is dat ons moet terugkeer na die balansstryd om verwoerd era. Nou maak ek die stelling, een van die kernpunte van hulle was tuisland, ontwikkeling en afsonderlike ekonomie. Dit het nie gewerk nie, maar u wil dit nou weer herinstel. Hoe gaan u daar aan slaag? Dit het nie gewerk nie, omdat die Nationale Party sedert Dr. Verwoerd daar die beleid doodgemaak het. Dit was besig om te slaag. Ja. Kyk, Dr. Verwoerd het gesê dat in die jaar 1978 moet die stroom van swartes na die blanke gebied beëindig word en in die jaar 2000 moet daar in die blanke gebied nie meer swartes as blankes wees nie, maar met een swart bevolking wees wat kom en gaan. Dis nog u standpunt? Dis nog ons standpunt, ja. Maar het gebeur dan nie. Hoe gaan u dit laat gebeur? Wanneer ons die bewind oorneem, sal ons dit weer laat gebeur. Hoe gaan u dit doen? Deur ekonomiese maatreëls. Deur 'n aparte ekonomie in die tuislande op te bou. Deur die ontwikkeling van die tuislande te laat plaasvind in terme van die behoeftes van daardie bevolking. 'N behoorlike infrastruktuur te bou met die desentralisasie van nywerhede na die grense en 'n vinnige snelvervoer wat hulle daarheen neem, sodat hulle inkomste daar bestee. Dit is die belangrike ding. Maar dit het dan nie gewerk nie, meneer Marais. Dit was besig om te slaag. Daarom is Dr. Verwoerd verwyder. Die hele kwestie ook wat ek hier het, is die swart terugvloei. Gaan u die swart mense dwing om terug te vloei na die tuislande as u nou daar inslaag, waar die ekonomie onhoudbaar is, om 'n hele nuwe groot tuisland ekonomie te bou? Hoe gaan u die man hier optel en daar neersit? Deur ekonomiese maatreëls. Jy maak dit aantrekliker vir die man om daarheen te gaan. En ons moet bereid wees om in terme van die blankes opofferings te maak om dit te doen. En as die man nie so intoe wil gaan nie? Wel, dan sal ons sekerlik met hulle moet oorleg pleeg dat hulle regte hier baie beperk sal word. Staan u nog vir diskriminasie en diskriminerende wetgewing, meneer Marais? Kyk, diskriminasie is maar net die teenkant van voorkeur. Ja. Jy kan geen voorkeur uitoefen sonder om te diskrimineer. En 'n volk het reg om te diskrimineer ten gunste van sy eie. As sy dit nie doen nie, dan kan die nasionalisme nie bestaan. Sou u dit geïnkorporeer wil hê in definitiewe voorkeurwette dan? Ja, beslis. As dit moreel is om voorkeur te hê vir 'n volk om sy voortbestaan te verseker, dan is dit ook moreel om dit in wetgewing in te sit. Is dit moreel? U weet, daar word ook gesê dat u party 'n openlike en plek verskuilde rasisme opbou. Is rasisme in die sin van selfverheffing en verwerping van 'n ander ras moreel?
Wat is die antwoord daarop? Wel, dat is een baie arbitraire definitie van racisme. Want als ons racistisch is, dan was die Nationale Partij onder belangstrijd om hun verwoord ook racistisch. En ik verwerp dat helemaal. Want ons staan net voor diezelfde beginsels als voor hulle gestaan. Maar u valt nou weer terug naar belangstrijd om en verwoord, maar die het toch niet goddelijke inzichten gehad, niet? Dat was mensen wat voor hulle tijd zekere beleiden ontwerpen, wat u en ik samen ondersteunen in die tijd. U het nou net bij hulle blij vaststeek. Dat is niet voor mij een goede argument om te zeggen, omdat hulle niet racisme bedoel het, niet bedoel u niet racisme. Je weet, ik het hier zo in een van die pamfletten bijvoorbeeld, zei hij, daardoor die blanke domme meerdere plek in die wereld verwerf, wat dan om groter politieke macht, hoger levensstandaarden en groter verantwoordelijkheid geeft. Dit is in zijn kern een zelfverheffing, een soort van chauvinisme. Antwoord een beetje daarop, alsjeblieft, meneer Marais, want die wordt bij sterk aangevallen. Ik kan in één woord dat beantwoorden. Wat daar staan is zuiver historische feiten. Iemand wat dit betwist, wil die geschiedenis miskijken. Ja. Is het niet ook een historische feit dat daar op die oomlik een geweldige opkomst van die zwartman is, economisch, politisch, sociaal, gaan hij een geweldige ontwikkelingsfase door en dat hij gelijk wordt op baie vlakken met zijn eeuwetnieën in Zuid-Afrika, die blankes? Wel, dat is baie kunstmatig. Als je kijkt naar Afrika, waar die zwartes oorgelaten is aan hulle self, en je kijkt naar die geschiedenis, nergens in die wereld en nog nooit in die geschiedenis was daar een enkele zwart samenleving wat uit zijn eie kon om ophef tot die levensstandaard van een blanke samenleving. Voel je gaan voor eeuwig gedoemd wees in die ondergeschikte positie? Nee, niet in een ondergeschikte positie, in een andere positie. Ja. Meneer Marais, ik wil ook voor u vragen. Als ik die stelling maak dat uw beleid is politisch onuitvoerbaar, economisch onuitvoerbaar en internationaal onuitvoerbaar. Wat is uw antwoord op daar die uitvoerbaarheidsaspect? Hij is meer uitvoerbaar als wat die huidige beleid is wat gevolgd wordt. Hoe kom? Die huidige beleid kan net een gevolg hebben. Dat is zoals in de rest van Afrika gedemonstreerd is, dat wanneer je begint om gelijkstelling te aanvaarden op economische, sociale, culturele en politieke gebied, dan leidt het tot één mens, één stem en het totale verval van die economische en die politieke orde. Ja. Nou, wat ons betreft, ons beleid, wat ons volgt, is beproefd in Zuid-Afrika. Toen dokter Verwoerd geleefd werd, was die groeikoers 6% en die inflatiekoers 2%. Ons heeft die internationale hofzaak gewend. Zuid-Afrika heeft onaantastbaar gestaan in die internationale politiek. En ons heeft binnenlandse orde en vrede gehad. In tegenstelling met wat ons bedacht heeft. Wil u dus zeggen dat het die beleidsrichtings in die land is wat die onrust en economische problematiek enzovoorts gebring het? Kijk, die onrust wat daar is, spreekt hoofdzakelijk uit die stijgende verwachtings wat geskept wordt door die aanhoudende toegevings en hervormings en aanpassings om die buitenwereld te proberen behagen. U sien, u en ik blijf vast het net in ons gesprek, meneer Marais, bij die punt dat ik zei dat het die beleid moest juist veranderd worden, omdat vervoerdse beleid niet geslaagd is. Dit is dus klaar beproefd en als mislukt afgeschreven. Daarom moest ons veranderen in die land. U kan niet voor mij die stelling of voor ons kijkers bevredigend bewijs dat die beleid wel gewerkt heeft en nog kan werken. Ik wil zo graag je geleentheid geven om die uitvoerbaarheid te verduidelijken aan die kijkers. Wel, ik heb voor u pas gezegd, wat was die heersende toestanden toen dokter Verwoerd geleefd werd? Dat ons het een baie sterk economie gehad, ons het een sterk internationale positie gehad en ons het binnenlandse orde gehad. Nou, wat wil je meer in een land? Kijk die chaotische toestand waarin het land nu is. Ons kan niet ons schuld betalen, ons zit met een inflatiekoers van 16%. Die mensen is bezig om bankrot te spelen in een ongehoorde tempo. Werkloosheid neemt toe. En dit is alles die ik net voor je dit zei. Ja. Die basische reden daarvoor is door die regering begin het met gelijkstelling. Als gelijkstelling met slaag, moet hij op economische gebied slaag. En als hij daar faalt, dan kan hij nergens slaag. Nou sê die mensen wat die dingen bestudeert, dat die economische crisis aspecten daarvan is onder meer veroorzaakt door die feit dat die buitenland voelt dat die regering juist niet vinnig genoeg vorder in zijn beleid. Nou, zou u denken dat die buitenland voor uw beleid zou u aan bewind komen, handen klap en niet lenings opeisen nie, en niet economische sancties toepassen. Als hier die regering al zo lei
onder buitenlandse woede. Ten onrechte, ik zal nu ook die buitenland komen. Hoe gaan u regering die buitenland hanteer krijgen? Je moet je land net niet blootstel aan hierdie druk wat die buitenland nou uitoefen. Hoe krijgen ze dat die recht? Financiële wanbestuur van de regering van de afgelopen jaren. Om lenings aan te gaan tegen het tempo en zonder om in acht te nemen wanneer het moet terugbetaald worden. En waar hij nou blootgesteld is aan hierdie druk van die buitenland. En die tweede ding is, jij hebt voor die buitenland gewijs dat als je buitenland omdrukt, dan gee je toe. En daardoor lok hy groter druk uit. As ek nou so 'n scenario wat die geleerde woord is, kan sê, meneer Marais, u verklein meer in uw pamflette en ook hierso die boycotte en die internationale druk as op dit sommerspeletjies is. En ons kyk waarin ons op die oomblik sit. Met 'n sportboycott, ekonomiese boycott, posboycott, film, TV, dreigemente vir 'n boycott, SAL, landingsregte, dreigemente, technologische boycott. Al die dinge gebeur met 'n sogenaamde verligte regering. Hoe kan u 'n waarborg gee dat as u wil kry, dat die buitenland nie in 'n geweldig meer agressiewe wyse op ons gaan neersaam? Watter waarborge? Ek vra u waarborge. Kom ons kom word prakties. Wel, u verwys nou na die verligte regering. Lyk vir my al meer verligtheid is meer verblindheid as verligtheid. Ek verskil want, natuurlijk van u, maar goed. Die feit is, dis nie, ek beskou dit nie as speletjies nie. Ek dink u maak dit verkeerd af as u sê speletjies. Die feit is dat die buitenland oefen druk uit om hulle doelstellings te bevorder in Suid-Afrika. En hulle doelstellings is onversoenbaar met blanke voortbestaan. Die buitenland wil een mens, een stem in Suid-Afrika hê. En dit sal heeltemal dwaas wees om te dink enige party in Suid-Afrika, selfs die PFP, kan die buitenland tevrede stel. Dus ons moet besluit, wat is die vereistes wat vir ons van belang is? En dan moet ons bereid wees om te staan. Daar is 'n ander aspek, die uitvoerbaarheidsaspek is een ding wat ek met u opgeneem het. U voel, daar is uitvoerbaarheid, ek verskil daarvan. Daar is die ander aspek van die aanvaarbaarheid. As ek net my punt kan maak, u kan daaroor gerus breed gesels, dat die beleid wat u voorstaan, is polities onaanvaarbaar vir die groot meerderheid van Suid-Afrika, want het sal 'n erger revolusie as nou in die hand werk. Dit is vir die nie-blanke kiezer onaanvaarbaar, dit is vir die groot meerderheid blanke kiezers onaanvaarbaar. Dit is as ideaal onaanvaarbaar, want dit bring nie 'n skikkingsmodel na vore. En dis moreel onaanvaarbaar. Wat sê u oor aanvaarbaarheid, meneer Marais? Kyk, wat die swartes betref, die ANC en die UDF sal nie eers deur die proggo tevrede gestel word. Dit kan nie 'n maatstaf wees nie. Wat die blankes betref, het Sasol nou gewys dat die ANP se beleid is meer aanvaarbaar in die Vrystaat as die nasionale party se beleid. Een swaalkie, 'n somer? Wel, op die huidige statistiek is die aanduiding dat daar is 50 setels wat in dieselfde posisie as Sasol is en dat in Transvaal is die swaai reeds genoeg dat hier 'n meerderheid teen die regering af van die regs af. Ja, jy weet, met statistiek kan een mens, ek wil nie daarmee opneem, elke statistiek is bewerk die ding anders, die ander argument is, goed, daar is een consolidering van rechtse groepe, maar daar gaan ook een consolidering van ander groepe kom, en die sal altyd een goeie 2/3 meerderheid, ek praat van blanke sê, bo die geconsolideerde rechtse groepe. Nee. Dit is ook een statistiekse argument. Ek dink die vraag heeltemal 'n fout. Naarmate die nasionale party verder links beweeg, gaan hy al hoe meer Afrikaners steun verloor. En hy sal uiteindelik in dieselfde posisie sit as waar die Verenigde Party was. Inderdaad is die nasionale party maar vandag die ou Verenigde Party net met 'n nasionale party mombakies. En u is u party baie sterk gekoppel met die aksente van Jean Terblanche byvoorbeeld? Nee. Ons het in die openbaar gesê dat die AWB gee te kenne dat die politieke stryd sal misluk en daarom moet daar 'n alternatief wees. En nou sê ek vir hulle dat as jy eerlik is en jy sê die politieke stryd gaan misluk, dan moet jy die alternatief daar stel terwyl jy besig is met die politieke stryd. En dan beland jy in 'n dubbelslagtige posisie waar jy nie jou stryd met reg kan voortsit. Die stem is nie heeltemal saam met die soort van militarisme wat uit die AWB uitstraal nie. Hoegenaamd nie.
Ek glo aan die partypolitiek. En hoe gaan dit met u consolidatie van rechtses, meneer Marais? Met die KP en uw verhoudinge? Ek wil nou nie dat u geheime uitvertel nie, maar vorder u of sit u maar nog vast? Ons kijkers sou belangstel. Ons het redelijk gevorder tot die onlangse verkiesings en Vryburg het ons nou tegen mekaar gebots en dit het die verhoudings versteur. Maar daar is een groot vlak van gemeenskaplikheid tussen ons. Daar is ook verskille, wat ek nie dink onoorbrugbaar is nie. Daar is natuurlijk die historiese factor, dat die manne lang in die nationale partij geblei het, terwijl ons geveg het in die nationale partij. Wat miskien die belangrikste enkele factor is, wat tussen ons lê. Sien u werkelijk in die nabije toekomst een groot geconsolideerde rechtse stemkracht in Suid-Afrika onder een vaandel? Ek dink, dit sal nog een tyd duur vir die partye om saam te groei. Ek glo nie aan een samensmelting nie. Dit is een kunstmatige ding. Maar deur een bevordering van gemeenskaplike acties, waar ons dinge saam onderneem, groei die onderlinge verkeer en groei die onderlinge vertrouwe, en kan daar een samengroeiing wees wat sinvol kan wees. Meneer Marais, nog een aspek wat dikwels op u brood gesmeer word, is dat u met een geweldige emotioneel gelade appel na die kiezer toe kom, dat u eindelijk met ruwe en roekeloze emosie werk om mense angst te gee en nie die mense werkelijk eerlijk mee te wees, rationeel te laat insien wat die situasie in Suid-Afrika is en maar meer emotioneel opsweep. Hoe antwoord u daarop? Ja, ek dink alle partye doen dit maar. Die leuse van meneer W.W. Botha, adapt or die. Wat is dit anders as het regiment? Is dit nie werkelijkheid nie? Wel, as dit werkelijkheid is, dan bly dit nog het regiment. Dat jy meteen jou sin gaan verander, as jy nie wil doodgaan nie. Ek sou sê, dit moet gewees het, adapt and die. Jy maak jouself dood, door hierdie gedurige aanpassing. Dan word jy, kom jy in een toestand veranderlijkheid, wat jy nie meer jouself kan wees nie. U wil nie aanpas, u glo nie in die gedachte van die voortgang van die geschiedenis, wat telke maal een nieuwe eise stel. Ek beroep my nie op verandering en hervorming en aanpassing nie, ek beroep my op versterking, verinniging, veredeling. Dit is die faktore waarmee een volk om kan beskerm. Nooit verandering nie, meneer Marais? Nee, verandering is een ding wat vanzelf kom, maar ek sal nooit sê, een mens moet net mense aanspreek om te verander nie. Jy moet hulle sê waartoe hulle moet verander. En waarom hulle moet verander. Wat moet verander? En dit is juist die verwarring wat vandag in die politiek bestaan. Dat die regering praat van hervorming. Maar hy sê nie waartoe en waarom en wat waarvan nie. Wel, die groot gesprek in die politiek sal bly wentel, lyk my, om waartoe en waaroor en wanneer. Meneer Marais, baie dankie vir die gesprek wat ons met u kon gevoer het. En baie sterkte vir u persoon. Baie dankie.